De Republikeinse partij moet het initiatief tot impeachment van president Trump zien als een cadeau. Een cadeau waar ze nog heel lang plezier mee kunnen hebben. Want als hij niet impeached wordt, maar gewoon afgezet, of gewoon door blijft regeren tot het laatste moment, dan kan hij over 4 jaar gewoon weer terugkomen. En dan gaat hij in de 4 jaar, in de aanloop daarvan, alleen maar irriteren. De enige manier om hem uit te schakelen is om hem te impeachen. Want dan mag je namelijk niet nog een keer president worden. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is om ervoor te zorgen dat de Republikeinse Partij toch weer een beetje opschuift naar haar oorsprong. Het begon allemaal zo mooi. Het begon fantastisch. Een Thomas Jefferson die naar Frankrijk gaat om te zien hoe die Franse revolutie de maatschappij heeft veranderd. En hij komt terug en hij zegt, dat is precies wat ik wil. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat is waar het om gaat. Hij heeft toen de Republikeinse Partij opgezet en dat is ook het motto geweest van de Republikeinse Partij. Tot en met Abraham Lincoln, die er een burgeroorlog voor over heeft gehad om de slaven vrij te maken. Allemaal het werk van de Republikeinen. Maar helaas, daarna zijn de rollen omgedraaid. Wat gebeurt er? De Republikeinse Partij wordt langzaam overgenomen door conservatieve christenen. Die conservatieve christenen die zaten eerst bij de Democratische Partij, en met name in het zuiden. Dat waren de foute mensen in de burgeroorlog, de slavendrijvers, de mensen die plantages hadden, die komen daar vandaan. Maar toen ineens zijn ze overgelopen naar de Republikeinse Partij. En dat kan, want er zijn geen algemene standpunten voor partijen. Dus het is heel flexibel, het kan dus veranderen. Die kwamen daar terecht. De nieuwe mensen, gekleurde mensen, immigranten die nieuw zijn, die komen terecht bij de Democratische Partij. Dat heeft president Kennedy van een Democraat, heeft dat nog een keertje onderstreept door heel veel goede dingen te doen voor de negerrechten. Dat was natuurlijk echt ongehoord in de zuidelijke staten, zoals Georgia, Alabama. En daar zijn ook veel mensen weggelopen. Dat zijn ook rode staten geworden. En rode staten zijn dus Republikeinse staten. Het is niet rood is links en blauw is rechts. Dat is alleen maar hier. Dan eindigen we nu met een Republikeinse partij die loyaliteit heeft aan het zeer conservatieve christelijke midden, letterlijk het midden. En dan de Donald Trump, die helemaal niet christelijk is, helemaal niet zo conservatief is, maar die daar gebruik van maakt en die partij gewoon kaapt. Kan dat nou ook bij de Democraten gebeuren? Jawel. Want de beschuldiging van Trump en anderen naar de Democraten, althans de waarschuwing, dat het communistisch kan gaan worden, dat is echt op zijn plaats. Als je de uitlatingen hoort van de nieuwe congresleden en ook van de club van Sanders, ja, dan willen die eigenlijk gewoon, zoals wij het hier ook doen, dus gratis scholing voor iedereen, gratis gezondheidszorg voor iedereen. En dat is zeer on-Amerikaans. Dus er zit wel wat in die beschuldiging. We zien dus dat de partijen omgewisseld zijn. Van democratisch naar republikeins en andersom. Een nieuw fenomeen is daarbij de heer Trump, die eigenlijk nergens bij hoort, maar zo keihard schreeuwt en die hele partij in feite gekaapt heeft. En de Republikeinen, die kunnen hun partij zuiveren, niet met meneer Cruz, maar misschien wel met senator Rubio en anderen, kunnen dat zuiveren om er weer een fatsoenlijke rechtse partij van te maken. Die gelooft in de oorsprong van de Republikeinse Partij, namelijk een kleine overheid. De federale overheid houdt zich alleen maar bezig met buitenlandse zaken, met de munt en met het leger. En voor de rest, dat zou er bij de staten moeten liggen. Wat het nu voor een groot deel ook is. Dus niet meer de les lezen over abortus en over andere zaken. Want dat hoort gewoon niet bij een Republikeinse Partij. En als ze onder dat juk uit zijn van die conservatieve christenen, dan kan het weer een echte Republikeinse Partij worden naar model van de Franse Revolutie.